Hey, goedemorgen, daar was ik weer. Nieuwe maand is begonnen, augustus. Snake Week staat voor de deur. We hebben het weer lekker druk. Nieuwe opdracht. Deze laarzen die zijn eigenlijk al een beetje versleten. En de klant heeft bedacht om er enkel laarsjes van te maken. Het bovenste gedeelte gaat ze gebruiken om een bloempot van te maken. En het middelste gedeelte wil ze iets van sleutelhangers van maken. Nou, hartstikke mooie. Mooi doel en je kunt ze dan in ieder geval ook nog gebruiken. Wat ik ga doen, ik heb even een lijntje erop gezet waar ik het straks ga stikken. Want er zit een binnenvoering in. En de binnenvoering zit natuurlijk los op de plaatsen waar ik het dadelijk los ga snijden of knippen. Vandaar dat ik het eerst even ga stikken. Dan blijft het in ieder geval op zijn plaats zitten. En de bedoeling is straks dat die rand omgevouwen wordt, zodat ze er makkelijk in en uit kan stappen. Nou, jullie gaan het even zien. Tot later. Wat? Ja, mooi voorbeeld van hergebruik dus. De laarsjes kunnen nu nog een ronde mee bij het huis, in de tuin. Lekker handig. Even omgestikt, zodat het binnenwerk in ieder geval mooi blijft zitten. Hier worden bloempotten van gemaakt. Heb ik hetzelfde even gedaan, even gestikt. En hier worden sleutelhangers van gemaakt in de toekomst. Nou, mooi voorbeeld van hergebruik. Toedelau.